Hier gaan ze. Hou je vast. Zijn er takken van de bomen in de buurt? Goed kijken. Iserbiet, Thomas Joseph. Dan hebben we Schuurmans. En dan is het zoeken naar Pidcock. Pidcock die gaat hier achter Goeman, zijn ploegmaat, in positie 3 voorbij. Iserbiet onder de boog. Joseph in de tweede positie. Iserbiet maakt tempo en wil net als vorig jaar een one-man show opvoeren. Lukt dat? Vorig jaar ging hij zo geweldig naar boven dat de grond hier onder de Koppenberg daverde. Dat was echt imponeren. Dat wil hij nu ook. Maar daar komt Pidcock. Pidcock, 18 jaar, die komt aan het wiel van de 20-jarige Iserbiet. En ook de nog altijd 18-jarige Dekker, die komt terug. Die heeft daar zijn tijd voor genomen. Het wordt een driestrijd. Deze lijken aan elkaar gewaagd, moeten ook 55 minuten aan de bak. En dat doen ze dan met verstand. Hè. Niet te geweldig in dat middenrift tekeer gaan, want dan kan het zijn dat je jezelf tegenkomt. Dan kun je maar beter wat te temporiseren af en toe. Kijk eens wat Pidcock daar doet. Zet zich helemaal recht voor een bocht. Wat een stilist is dat om zijn rits open te doen. Dan gaat Dekker tempo maken en Iserbiet denkt van nog een ronde. Ah, tenminste een tit. Het is mijn tijd. En dan gaat hij als een geweldenaar tekeer. Lijkt niet te ademen. Pidcock verliest voeling. Exit Pidcock. Zo lijkt het dan wel. Zal het dan van Dekkertje nog moeten komen? Nou, ik denk dat Dekker heel veel energie gestopt heeft in dat kopwerk om ze te versmachten. Dat is niet echt gelukt. Maar Iserbiet raakt niet helemaal van Dekker af. En ook Dekker heeft nog een tussensprintje. En Dekker komt weer dichter bij Iserbiet en komt er zelfs naast en gaat dan weer naar de kop. Wat is die Dekker braaf? Gaat het tempo bepalen? Of komt het gevaar van Pidcock? Ah, daar heb je Pidcock weer. En Pidcock die is zo vernuftig op technisch vlak. Dit is hij gewoon in het midden. En dan gaat hij aanvallen. Dan gaat hij aanvallen. U hoort de bel. Daar gaat Pidcock. Dan denkt hij van, ja, ik moet er misschien vanaf als ik wil winnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want daar is Iserbiet en die gaat mee met de Brit. 18 jaar jong. Titelverdediger bij de juniors, maar dat kan hij niet meer, want hij is nu vol belofte. Iserbiet naar de kop. Die denkt, je gaat me niet liggen hebben. En toch komt Pidcock er weer overheen. En gaat hij weer dat onderste uit de kan halen om het tempo hoog te halen. En dan haalt hij dat tempo helemaal weg. Dan laat hij Dekker terugkomen. Iserbiet denkt van, oh, dat is nog wat vroeg in die slotklim. En kijk wat Dekker nu doet. Dekker komt erop en erover, speelt alsof niks. En dan kom je aan een reactie toe van Pidcock, links of Iserbiet. Wie gaat uiteindelijk het snelst passen? En dat lijkt Iserbiet. Maar het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan. Nu wel. Nu wel. Pidcock, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Wat is dit een kanjer? Pidcock wint, Iserbiet is tweede en Dekker is derde. Zo willen we elke week cross zien.